De 225ste sterfdag van Bonnie is gisteren door de Federatie voor Afrikaans Ranamang herdacht bij het standbeeld van Kwaku. De herdenking begon met een gebed aan de voorouders. Volgens Iwan Wijngaarde, voorzitter van de federatie, was Bonnie een bijzondere man die niet slechts voor een groep heeft gevochten, maar heeft gevochten tegen de slavernij. Wijngaarde zegt dat het de derde keer is dat de federatie Bonnie sterfdag herdenkt. De hedendaagse Surinamer kan veel leren uit de handelingen van Bonnie toentertijd, zegt de voorzitter. Bonnie een groot strateeg was. Je kan Bonnie vergelijken met Toussaint Louverture van Haiti. En dat hij zeg maar niet racistisch was. Hij was echt voor land en volk. En dat maakt hem zo groot. En die voorbeelden kunnen we nemen. Vandaag en dag zien we dat we heel mat aan ethische praktijken gedaan worden, groepen. Maar Bonnie was echt voor totaal. En hij hekelde verraad. Dat was een van zijn dingen die hij niet grapte mee. En hij was echt een strateeg, want hij zorgde dat als hij hier bezig is, dat hij kostgrondjes kapte elders om, als hij aansluiting vindt, om verder het verwoesten van plantages die aan, door rijk werden door slavernij, de slavenhandel, of door mensen te laten werken als slaven. Wijngaarde geeft verder aan dat Bonnie vanuit de geschiedenis slechts wordt gezien als een brandstichter. Dat is het beeld dat geschetst werd door de plantage-eigenaren en dat moet veranderen. Want voor de slaven was hij een held, zegt Wijngaarde. Ik, wanneer je geen rechten hebt, wanneer onrechtje gedaan wordt, dan is dan kan je alles kan je doen om het, tegen het onrecht. En Bonnie, men deed onrecht tegen ons en Bonnie beantwoordde het weer met een stukje onrecht, zou je kunnen zeggen, in de ogen van de kolonisator. Maar dat was het niet. Het zuiver rechtvaardig. Vechten tegen iets dat onrechtvaardig is in de ogen van ons als nazaten van slaven. En in hun ogen was het natuurlijk een geweldige daad. Dat was Bonnie echt een crimineel. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. Hij sprak bij de herdenking van de 225ste sterfdag van Bonnie bij het standbeeld van Kwaku.